We kennen allemaal de kringwinkels, waar je aan democratische prijzen hergebruikte spullen en kleren kan kopen. In Lokeren wordt textiel vanaf nu ook opgehaald aan huis. En dit in het kader van een nieuw tewerkstellingsproject, een initiatief van kringwinkel De Cirkel. Die kringwinkel is gegroeid uit het Lokerse OCMW. De bedoeling is dat wij in heel het gebied dat wij met onze VZW bestrijken, dat wil zeggen naast Lokeren ook de gemeente Locristi, Wachtemikke, Moerbeek en Zelzate, dat we daar een 2 tot 3 keer per jaar het textiel zouden ophalen. Het wordt dan gesorteerd binnen alle randen en het wordt dan eigenlijk te koop aangeboden. De inwoners van Lokeren krijgen een week op voorhand een briefje in de bus dat textiel wordt opgehaald. Op de dag van de ophaling zetten ze een zak buiten met de kleren. We hebben dus de kledij opgehaald van de cirkel en al de randen. Wij krijgen een hele stratenlijst mee van Lokeren en ja, de omgestreken. Het gaat als volgt, we stappen dan uit en gaan de kleding ophalen. Dan wordt dat naar al de randen gebracht. In tweedehandswinkel Alderande wordt een eerste selectie gemaakt van de kleren. In die selectie worden eerst al die kleren ook allemaal gecontroleerd. Dan heb je de kapotte kleren, die worden dan weggesmeten of als ze vuil zijn. Kleding die dan nog vrij proper uitzien en zo, allemaal, die blijven dan bij ons. De textielophaling zorgt voor extra tewerkstelling. Het zijn vooral mensen die niet in het gewone arbeidscircuit terecht kunnen. Ik vind het zo belangrijk omdat de mensen op die manier toch nog een stuk geïntegreerd zijn in de maatschappij. Ze hebben een werk, ze moeten niet de hele dagen thuis zitten, ze zien andere mensen, ze komen in contact met andere vrijwilligers bijvoorbeeld die hier werken en worden op die manier een stukje opgenomen in de maatschappij. Nadat de kleren gesorteerd zijn, kunnen ze naar de winkels. Een deel blijft bij Alderande en een deel gaat naar de kringwinkel, De Cirkel. Daar worden ze nog een tweede keer gesorteerd, vooraleer ze in de winkel terechtkomen. Want het kan altijd zijn dat er nog een aantal foutjes over het hoofd zijn gezien. Voor alle informatie over het project kan je terecht bij Alderande of kringwinkel De Cirkel.